Welkom bij de Growe Workshop. Vandaag laat ik je zien hoe je de Growe Tektron Bouw-E bedieningsplaat in 5 eenvoudige stappen installeert. Hier zie je het gereedschap wat je nodig hebt. Laten we beginnen. De doos bevat de bedieningsplaat met alle onderdelen. Het kan zeker geen kwaad om eerst de montagehandleiding te lezen. De bedieningsplaat werkt op 6 volt en de AC-adapter op 230 volt. Installeer de AC-adapter wanneer de RapidSL-montage bijna klaar is. Deze installatie moet door een professional worden uitgevoerd. Bevestig eerst de aansluitdoos en installeer de voedingskabel volgens de montagehandleiding. Klik hierna de AC-adapter vast. Pak nu de bijbehorende verlengkabel en breng deze naar het reservoir. Leid de stroomkabel door de opening aan de zijkant van het inbouwreservoir en laat deze aan de voorzijde eruit hangen. De RapidSL kan nu worden beplaat en betegeld. De volgende stap is de eindmontage. De inspectieschacht moet gelijk aan de wand worden afgesneden. Hierdoor sluit de bedieningsplaat goed aan op de muur. Verwijder de flexibele slang, maar gooi deze niet weg. De volgende stap is de bedieningsplaat installeren. Voor een juiste pasvorm plaats je deze draadstangetjes in de inspectieschacht. Zaag ze daarna gelijk aan de wand af. Schroef daarna de witte draadstukken erop vast. Monteer nu het blauwe frame met deze 4 schroeven. De veer moet naar boven wijzen. Lijn het frame uit met een waterpas. Kalibreer nu de servomotor met zwenkarm. Sluit eerst de bedieningsplaat aan op de stroomvoorziening en sluit vervolgens de motor aan op de bedieningsplaat. De zwenkarm zal nu kalibreren door naar de 90 graden positie te gaan. Afhankelijk van de plaats van de stopkraan moet je de vlotterkraan en bodemklep misschien draaien om ze verder te kunnen installeren. Als de stopkraan rechts zit, of zoals hier in het midden, plaats de motor dan op de rechter bevestigingsbrug in het reservoir. In dit geval moet de bodemklep 180 graden worden gedraaid, zodat het blauwe bakje aan de rechterkant zit. De vlotterkraan blijft aan de linkerkant. Sluit nu een flexibele slang aan die past bij de installatie. Klik hierna de servomotor vast op de bevestigingsbrug. Je hoort het vastklikken als het op de juiste positie wordt gezet. Bevestig vervolgens de trekstang aan het verlengstuk van de bodemklep. En bevestig het verlengstuk op de bodemklep door eraan te draaien. Bevestig vervolgens de trekstang aan de zwenkarm en draai de stopkraan open. Druk de pneumatische slang vast aan beide kanten van de bodemklep, zodat het andere bewegende onderdelen niet in de weg zit. Sluit vervolgens de bedieningsplaat aan op de stroomvoorziening. Lus de kabels en klem ze op de bedieningsplaat in de openingen aan de zijkant. Dit voorkomt dat de kabels bewegende onderdelen aanraken in het reservoir. Sluit nu de bedieningsplaat aan op de stroomkabel en servomotor. Plaats dan de bedieningsplaat op het blauwe frame en zet hem vanaf de onderkant vast met de borgschroef. Klaar is Kees. Even testen. Perfect. De Tektron Bouw-E bedieningsplaat kan aangepast worden aan de wensen van de klant. Er zijn 7 programma's om uit te kiezen die je handmatig kan selecteren. Om een programma te selecteren, draai je de borgschroef los, verwijder je de bedieningsplaat, ontkoppel je de stroom voor 10 seconden en sluit het daarna weer aan. De bedieningsplaat staat dan gedurende 3 minuten in de programmeermodus. Plaats je duim op de sensor. De LED knippert eerst en gaat dan uit en blijft daarna branden.
Haal je duim van de sensor en zet hem er gelijk weer op. Nu zit je in de programmeermodus. Eén keer branden betekent programma 1, de fabrieksinstelling. Wanneer je nu je duim op de sensor houdt, gaat het langs elk programma. De LED brandt van 1 tot 7 keer en begint daarna weer bij programma 1. Wanneer je het gewenste programma hebt bereikt, haal je je duim van de sensor. In dit geval programma 6. Dit wordt bevestigd met 6 keer knipperen. Hierna knippert de LED nog 3 keer. Het programma is nu actief. Nu is het apparaat weer 3 minuten in de programmeermodus. Het spoelvolume kan worden ingesteld tussen de 3 en 9 liter. De fabrieksinstelling is 6 liter. Om het spoelvolume aan te passen, ontkoppel je de stroom voor 10 seconden en sluit het daarna weer aan. Plaats je duim op de sensor. De oranje LED is nu zichtbaar boven in het sensorvenster. De LED knippert eerst. Laat je duim op de sensor totdat de LED uitgaat. Haal je duim even weg en plaats hem gelijk weer terug. Nu knippert de LED en geeft het spoelvolume aan. Houd je duim op de sensor om het spoelvolume te veranderen. 3 keer knipperen betekent 3 liter. 9 keer knipperen staat voor 9 liter. Als je het gewenste spoelvolume ziet, haal dan je duim van de sensor. De LED knippert overeenkomstig het ingestelde spoelvolume. Je kan de reinigingsmodus activeren om ongewenste spoelingen te voorkomen tijdens het schoonmaken van de wc. De bedieningsplaat wordt dan 3 minuten uitgeschakeld. Start de schoonmaakmodus door je duim op de sensor te houden totdat de LED brandt en daarna gaat knipperen. Haal je duim dan weg. De LED knippert daarna snel. De bedieningsplaat is nu voor 3 minuten uitgeschakeld. Om het tussentijds weer aan te zetten, plaats je je duim weer op de sensor. De LED brandt dan lang. Als het daarna dooft, haal je je duim weg. De Tektron is nu weer actief. Test dit gemakkelijk met een spoeling. Je doet dit door je hand op minder dan 5 centimeter voor de sensor te houden. Als alternatief kan je de bedieningsplaat ook met een afstandsbediening instellen. Op het scherm van de afstandsbediening kun je gemakkelijk alle functies instellen. Om waterstagnatie te voorkomen, wat kan leiden tot vervuiling als het toilet een lange tijd niet wordt gebruikt, spoelt de Tektron automatisch het toilet. Om de fabrieksinstelling elke 24 uur spoelen te wijzigen, kan je kiezen voor intervallen tussen de 4 en 60 uur. Activeer dit met de afstandsbediening door op Send te drukken. De selectie wordt bevestigd door een vinkje. De detectiezone kan ook worden ingesteld tussen de 35 en 70 centimeter. Als de detectiezone te groot is, kan de spoeling onbedoeld worden geactiveerd. Je kan ook gemakkelijk een dubbele spoeling instellen met de afstandsbediening. Het spoelvolume wordt dan ingesteld op basis van de gebruiksduur. Onder de 60 seconden gebruiksduur is het spoelvolume 3 liter, boven de 60 seconden is dit 6 liter. Naast het instellen van programma's kan de afstandsbediening ook worden gebruikt om het water- en elektriciteitsverbruik uit te lezen. Nu is het tijd voor de overdracht. Voordat de klus geklaard is, zijn er nog een paar dingen om te controleren. Klus geklaard. Veel succes!